Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we weer tot de max bij een nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering Express Platform 13 uit Walibi. Van de Express met het maken van station. Het station is hier precies 17 bloks lang. Na het station maak je een 90 graden bocht naar links. Na deze bocht volgt de lounge. In het echt is de lounge ongeveer 90 meter lang, inclusief met de veiligheidsremmen aan het einde. Dus hier maken we hem ook 90 bloks lang. Na het lange stuk van de lounge en die remmen beginnen we aan de eerste inversie, namelijk de Sea Serpent Roll. Nou, eigenlijk de eerste helft van de Sea Serpent Roll. Want als je de eerste helft hebt gemaakt, kan je hem heel makkelijk kopiëren met Roll-to-Edit. De Sea Serpent Roll die bestaat uit een halve looping omhoog, vervolgd door een halve kurkentrekker naar beneden, halve kurkentrekker weer naar boven en dan weer een halve looping naar beneden. Na de Sea Serpent Roll maken we een grote overbanked turn naar rechts en dan helemaal door ongeveer 270 graden, zodat we weer op het laagste punt uitkomen achter de Sea Serpent Roll, zeg maar waar de lounge begint. En daarna maken we weer, of bouwen de bocht weer door omhoog. En dan voor de onderste kant van de begin Sea Serpent Roll maken we hem weer naar binnen toe. En dan vervolgens tot een rechtstuk waar het eerste rustmoment zich bevindt. Na dat rustmoment maken we een overbank turn naar links, nou tenminste naar beneden, een bocht naar links. Vervolgens een lang rechtstuk naar beneden, dan gaan we weer omhoog. Dan volgt weer een overbank turn naar links, dan komt hij ook weer achter de Sea Serpent Roll terecht. En dan maken we de kurkentrekker. Kurkentrekkers zijn nog steeds heel irritant om te maken in Minecraft, maar ik heb mijn best gedaan. Daarna maken we een overbank turn naar rechts, zo'n weer 270 graden, zodat we onder de kurkentrekker uitkomen. Dat is waar in het echt ook het fotomomentje zich bevindt. Daarna maken we een bijna 360 graden draai. Nee, sorry, 270. Ik zeg het verkeerd. 270 graden draai naar rechts. En dan weer onder de eerste overbank turn heen. En dan komen we in de remmen. Na de remmen volgt een 180 graden bocht naar links. En dan ook naar beneden. En dan gaan we precies onder de overbank turn naar de kurkentrekker. En dan helemaal rond totdat we bij de, precies tegenopgestelde richting van de lounge komen. Daar gaan we dan overheen en dan gaan we naar rechts. En dan komen we in een rechtstuk bij de remmen. En na de remmen volgt een 45 graden bocht naar rechts. En dan sluiten we weer aan bij het station. De supports zijn niet heel erg bijzonder bij de Express. Ze zitten natuurlijk wel heel dicht op de baan. Maar verder heb ik ze allemaal gewoon uit mijn hoofd gemaakt en best wel simpel. Dus hier een fast forward. En nu volgt de bouw van een station. Ik heb zelf het station heel erg eenvoudig nagemaakt, maar dit is gewoon om even een idee te geven over hoe het allemaal kan worden. En dan volgt nu het grootste en ik denk ook wel het meest ingewikkelde gedeelte van de bouw, namelijk de wachtrij. De wachtrij is natuurlijk ook best groot en heel mooi gemaakt, dus ik wilde de grote en belangrijke elementen uit de wachtrij in het echt ook nabouwen in Minecraft. Maar ik heb hem wel redelijk eenvoudig nagemaakt, zodat ik jullie een beeld kan geven over hoe je het eigenlijk moet maken. En hoe het algemeen, zeg maar, in elkaar zit. Zodat jullie zelf alle leuke extra details kunnen toevoegen. Dan volgt nu een fast forward. Dat was alweer de bouw van Express Platform 13. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer.